Goedenavond allemaal. Nu gaan we het even hebben over de journaal. Dus ja, eigenlijk is het de bullet journaal. Dit is wat hier opzij zit. Maar ik heb natuurlijk nog vele meer om in het bullet journaal. Ik zal het even wat hoger pakken. En dat zijn de maanden. En dan hier nog een paar stickertjes. En dat is dus ingedeeld in 4 boekjes. Ziet u? Nogal tamelijk. Dikke boekjes. Daar kunt u dus ja, de dingen inschrijven die u alle dagen doet. Tegenkomt en doet. Dat is een met lijntjes. Maar voor plakkertjes in te plakken of zo, speelt dat geen rol. En ik heb nog, en dat is dan één met puntjes. Waar je ook mooi kunt in kalligraferen. Als je de puntjes volgt. Dus ja, dat is één ding. Onze journaal. Waar ik nu met het nieuwe jaar gaan aan beginnen. Dus we hebben nog wat tijd, maar ik zie dat hier een pen heeft ingezeten. En die heb ik niet. Dus, zoals dat er in de winkel uitgehaald hebben. Weer uitgehaald hebben, want dat is voor een pen, maar ik heb nu pennen genoeg om daar een pen in te steken. Dus dat gaan we eventjes. En dan nemen we het quilling set. Dat ik even, want het is de moeite waard. Dat is dus allemaal quillingpapier. En mooi proper, dat je het maar gewoon hoeft. En dan haalt hij eruit en hij haalt er een stripje uit wat hij nodig heeft. En dan kun je het terug mooi opbergen. Heel mooi. Ik heb daar al een schilderij mee gehangen. Ik heb die al een paar maal laten zien. Misschien hebben we er zoiets nog eens kunnen in zien, want nu heb ik beter licht. Ja. Dat is dan voor uw quillings. Dus u maakt uw quilling. Ja. U steekt dat daarin en dan rolt dat op. Ja. Ik zal er misschien zo eens eentje voor doen. Dat is speciaal. Voor mijn ribbeltjes te werken. Dus u steekt uw papiertje ertussen. En u draait totdat heel het papiertje. En u kunt met twee ineens werken. Tot heel uw papiertje gekrold is. En dan hebt u ook al een quilling, maar op een andere manier dan. En dat is, daar moeten we nog, zijn er nog pilletjes? Ik weet het niet. Van die dikke? Ja, ik denk het wel. He? Dan steekt u hier zijn gleufje. Ja, en dan steekt u dat daarin. En dan steekt u uw papiertje daarin. En dan duwt u niet te hard, want anders is dat direct.
Dus u ja, je kunt eigenlijk niet harder duwen dan het knopje. En dan begint dat te draaien. En dan begint dat te draaien en dan hebt u ook een kwieling. Mm-hmm. Dus dat zit er ook bij. Even terug. Dus daar heb ik een volledige. Het is een volledig kwielingsset, ja. En dit maar voor de prijs van €4,99. Dat kun je bij geen enkele winkel vinden. Nee. Als alleen. En hier, ja. Bij en waarschijnlijk moet je dat dan onthouden. Bijvoorbeeld, je hebt 3 nodig van de C. Dan zeg je deze C op de tweede cirkel. En als je er 5 nodig voor een bloemetje te maken. Dus je hebt er 5 nodig. En dan nog 1 voor een... nog eentje voor een bloemetje ook op te maken. Dat zo meer... Lopen zit. Ja, en ik heb er ook een speciaal machientje voor om bloemetjes te maken. Maar dat staat hier nu niet in. Nee. En dan zijn hier dus... Ik ga mijn voorbeelden, hoe dat je het moet doen. Ja, daar kun je op werken hier. Ook. Hier, ze laten dat dus ook eigenlijk zien. Eigenlijk voorbeelden en werk. En werk, ze laten het hier zien, hè. Dus je doet maar een klein beetje kool, want dat is nu wel redelijk veel. Ja, ja, ik snap al wat je wilt. En dan draait u dat op, eigenlijk, ik juist kom te zeggen... Ik heb er een heel schilderij mee gemaakt, dus ik weet wel dat het werkt. Je kunt er een kaart mee maken. Dat is dan een kaart die je ermee kunt maken. Mm-hmm. Dat is een hele boom. En, want u plakt dan deze, ja, bijvoorbeeld ja, 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 op een ander stuk karton. En die kwillings die komen dan hier allemaal in te liggen, hè. Mm-hmm. Dus dat is, ja, daar kun je een soort landschapje mee maken. En bloemetjes, gelijk je hier ziet. Maar dat is meer precies een aquarium. Hè? Een aquarium, ja, onderwater, inderdaad. Een onderwater... Ja, wel, ja, maar dat zijn, daar kun je dus bloemetjes mee maken. Hè? En vissen. En hier schrijven ze hoe dat je... Wat dat je nodig hebt. Ja, voor in te draaien. Ja, die voor, dingen, op, die, ja. Op, die, op deze hieronder, regel ja, te ja, werken. Ja. Inderdaad. Ja. Schrijven ze wat dat je nodig hebt. Mm-hmm. Dus ja, het is een heel plezante hobby. En ja, dat is dan maar, ook nog zoietsje. Dat je dus kunt kwielen... Vol kwielen of half kwielen, gelijk je wilt. Deze is dan ook zoiets van onder water. Ja, dat hoort bij deel van die kaart. Denk het. Allemaal. Ik heb aan het kijken geweest. Dat zou kunnen dat hierin past, maar dan zie je niet deze. Dus dat kan ook al niet. Of je moet er... Ja, 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 ja. Je moet het er van boven. Opleggen. En dan opplakken. En deze... Nee, dat lijkt me nu niet direct. Omdat dat zo'n... Hier gaat het zo en zo en dan... Ja, we zullen nog erachter komen. Ja. Natuurlijk. Op de doos zelf staan er ook nog een paar aanwijzigingen. Mm-hmm. Dus, dat is nog iets. Oei, je vet. Wilde Yvette. Wilde. En dan hebben we hier ook nog. Dat zijn weer verlabels. Te kwielen, ja. En dan kun je die, als je die gekwield hebt, kunt u die... uitknippen en in uw journaal plaatsen. Ja. Vele mogelijkheden. Dat is dus een kasteeltje.
En weer staat het erop hoe dat je moet werken. Mm-hmm. 1, D, C, E, mm-hmm. enzovoort. Hm? Mm-hmm. En hier nog eentje. Weer met de cijfertjes hoe dat u moet werken. Ja. Dat dat is. Dan hier hebt u de birthday cake. Ja, ik heb birthday cake. Ook weer met de nummerootjes. Mm-hmm. Hoe dat u het moet kwelen. En ja, dat zal het zo wat zijn. Van, maar je kunt dan zelf verder ook nog bloemetjes maken. Ja, gewoon, je kunt veel kaarten maken. Hè? Zelf kaarten maken. Ik heb er wel ja, heel veel liggen, maar dat kan ik nu niet direct aan. Want... Ik zou dan die doekjes laten zien. Hè? Ja, laat nu en stik het licht aan. Hè? Ja, ja. Die schilderij, die ik quilted. Zo. En je kunt de lichtjes ook even aansteken. Dat is decoratief. Dan zie je het helemaal schoon. Ja. Alhoewel, ja, de pilletjes... Nee, ze schijnen. Ze schijnen nog. Ja. Voilà. Ja, dat is dus dat ik gemaakt heb. Met deze... Allee, nu niet met deze set. Maar dat heb ik dus zelf gemaakt. Uit mijn hoofd. Heb ik dat dus zelf ontworpen. Ah ja, en dan hier heb je dan ook nog bij het quilling set. Een speciaal pincet dat niet met haakjes loopt, maar dat het recht loopt. Een rechthoekig pincet. Een rechthoekig, ja. En dan oogjes, als u bijvoorbeeld een diertje wilt maken, wat allemaal kan. Ja. Maar nu, op zo'n korte tijd kan ik u dat natuurlijk allemaal niet laten, niet laten zien, maar ik ga... Dat is een beetje voorbereiden. En is het proberen, achterin. Achterin. En dan kunt u zien hoe het werkt. Ja. En dan gaan we nu nog proberen. En dat zit er ook nog in, dat is een beetje tape. Mm-hmm. En dan gaan we nu proberen om te zien of we nog een pilletje hebben. Nee. Zal dat er eens terug uit? Nee. Geen enkel niet meer. Van die ik heb meegebeld. Ik weet niet welke batterij erin moet. Gaan we ze bij zien, hè. Ik kreeg het gewoon opzij. En deze steken we erin. En dit allemaal voor €4,99. En als u alles mooi in de doos laat zitten, kunt u het zo meenemen. Als u bijvoorbeeld op, ja, op verlof gaat of u gaat bij een familielid overnachten, zal u zeggen bij uw tante of bij uw onkel of bij uw grootouders. En dan heb je iets om aan de, hè, om mee te doen. En hier is dus wat ik u heb laten zien. Dat is dus die birthday taart. En dat is... Ah, daar kun je een foto in plaatsen. Een foto in plaatsen? En dan vormt een doos. Een doos, je kunt daar een doos... En dan krijg je er een ding van, hè. En, dat is precies een aquarium, hè. Ja. Ja, ik zeg het, op de doos staat ook nog wat informatie. En dat is van onze journaal. Ja. Gaan we er... Iets bijsteken. Okay. En dan gaan we nog die andere mooie journaal. Die zit hier tussen. Jij kunt er beter aan. Kunt je hem... Ik kunt hem niet trekken.
Hij ligt gewoon van boven op die doos. Op de doos? Ja, dan heeft ze toch een doos, hè? Oké. Er is geen bulletjournaal, hè? Ik heb niet gezegd bulletjournaal, hè? Ik heb gezegd de andere. En dat kan dienen als... daar kunt u dus ook... Als je dat gezegd hebt, heb je gisteren gekocht. Dan heb je het direct geweten. Ziet u, daar kunt u ook een bulletjournaal van maken. Allemaal in het schrijven. Heel het boek vol, hè? En het is een heel dik boek. En dan kunt u er stickertjes in plakken. Nog een kaart dat u kunt. Het is een kaart die je kunt zetten. Openzetten, ja. Die je kunt openzetten. Dus dat gaan we nu nog niet doen, want. Hè? En dan ziet u, dat zijn dus allemaal dingen die je kunt uitdrukken en dan... Een kaart van maken. Een kaart van maken, inderdaad. Het is dus, ja, dat komt van de boekenwinkel. Maar het is dus een heel dik boek met allemaal papier, dat u dan weer kunt gebruiken in het eerste deel van het boek. Je kunt dat combineren naar alle kanten. Ja, je kunt dat combineren naar alle kanten. Zie je hier? Laten ze dan zien wat hierin moet komen. Dan moeten allemaal zo een beetje. En dat is dus voor iemand die van papieren houdt. 300 pagina's zijn het. Dus dat is ook de moeite waard, maar dat was wel wat prijziger. 22 euro. Ja, ja, dat komt van een boekenwinkel en dan, ja. Ja, en dat is het wat ik voorlopig voor u heb. Ik zou u dat willen demonstreren. Ja, maar dat zal ik dan in een volgend filmpje eens doen. Want ik heb geen batterij ik heb dus mijn materiaal. Ik heb een kopen vijzen en alles. Ja, ja, dat weet ik wel. Ik heb mijn materiaal niet bij de hand. Dus, maar ik ga daar zeker een filmpje van maken. En dan de verschillende technieken, want dat zijn verschillende technieken die gebruikt worden op dit kavans dat ik gemaakt heb. En daar zitten we wel even mee bezig. Ja, daar zitten we wel even mee bezig. Ga je dat goed bedoeld leggen? Ja, 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 ja. En dan moet ik een kavans bij mij hebben en zo. En ik ben nu nog aan het painten. Hè. Ja, je wilt eerst een paint hebben. Hè? Eerst mijn paint afmaken. Ja. En dan, ja, dan kan ik je eens laten een klein kavansje laten ik maken. En je kunt het proberen met mij te maken. Mm-hmm. Maar dan moet u wel strips hebben. Gelijk ik dat juist heb getoond. Mm-hmm. Ik moet er de doos niet voor open doen, want... Je ziet het hier. Dan moet u wel zo'n strip hebben. En het zou nog beter zijn als u eerder het setje nog zou vinden. In de action normaal. In de action. Hè? Quilling set. En dat is voor jong en oud. Hè? Daar kunnen ze aan beginnen vanaf een jaar of vijf, zal ik zeggen. Want er zijn wel scherpe kantjes aan en zo ook. Ja, dat zou ik nou niet direct aan kinderen jonger, van jonger dan maken. Vijf jaar zou ik dat nu ook niet aanraden. En onder de begeleiding, hè? En onder begeleiding, natuurlijk. Maar dan zal ik u binnenkort zo eens een klein kavansje laten zien. En dan met de verschillende... En al wat voorbereidend werk doen en zo, want... Dat is iets waar er heel veel tijd in kruipt, ja. Dus ja, beste kijkers, dat was het wat ik van de avond nog eens voor u had. Ik wens u nog een goeie avond en duim nog op. Een dikke duim.
Dag allemaal voor het kijken. Dag. Dag.